Hoofdstuk 4.1.2, oefeningen. Je neemt je boek, pagina 120 tot 122. We beginnen met oefening 1. Oefening 4. Oefening 4, 5 en 6 zijn alle drie oefeningen over de eigenschap 2, de eigenschap van de rechthoekzijde. Die hebben jullie in het vorige filmpje aangeleerd gekregen. Oefening 8 zal ik ook maken. Dit is een gemengde oefening tussen de eerste en de tweede eigenschap. Oefening 1. We gaan eigenlijk terugkijken, nog eens uitleggen, de eigenschap van de rechthoekzijde. Wat zegt dat juist? Dat die rechthoekzijde, dat zijn de zijden die liggen aan de rechterhoek, in het kwadraat, gelijk is aan een product van de schuine zijde en de loodrechte projectie van die rechthoekzijde op de schuine zijde. Ik heb dan mijn nummertjes hier aangeduid. Dus het product, dat in het kwadraat, is het product van de schuine zijde en de loodrechte projectie, denk aan de beamer, van die rechthoekzijde op de schuine zijde. Dus het stukje BH maal BC, de schuine zijde. De andere rechthoekzijde, AC in het kwadraat, is gelijk aan het product van de schuine zijde maal de loodrechte projectie, denk aan uw beamer, van de rechthoekzijde op de schuine zijde, namelijk hier HC. Ja, dus ik herhaal, AB kwadraat is gelijk aan BC maal BH, AC kwadraat is gelijk aan BC maal HC. Goed, we kregen een driehoek en we kregen ook zaken van lengtes. AB en AC moeten we berekenen, dat zijn de rechthoekzijden zet je in het rood. En dan in het groen gaan we gaan aanduiden wat we wel kennen. Op de tekening staat er dat HB 5 vierkant wortel 2 is en de volledige schuine zijde is 10 vierkant wortel 2. Ja. We gaan eerst AB berekenen. Ik neem mijn formule. Dus de rechthoekzijde in het kwadraat is gelijk aan de schuine zijde maal, het is altijd een product. Wat is nu de loodrechte projectie van AB? Is dat je beamer eigenlijk altijd van aan de rechterhoek? Ja? Dus je gaat kijken waarop wordt AB geprojecteerd. Ja, dat is HB of BH. Goed. We nemen groen en rood. Rood kennen we niet. AB kennen we niet. BC kennen we, is 10 vierkant wortel 2. En BH kennen we ook. Goed. Dus, we gaan altijd eens een vergelijking oplossen. Hè? Dat is een dubbele pijl. AB kennen we niet, laten we staan. BC is 10 vierkant wortel 2. Maal BH 5 vierkant wortel 2. En hier zie je dat we dus de rekenregels van rekenen met vierkant wortelen opnieuw moeten kennen. Als je dit nog niet goed onder de knie hebt, dan kijk je terug naar je cursus. Getalleren is dat, hoofdstuk 2.5. En je kan ook in de bundel die ik jullie gegeven heb met herhalingsoefeningen, daar ook wat oefeningen opnieuw maken. Of je stelt mij vragen als je iets niet begrijpt. Maar dit is eigenlijk ook materie die je zou moeten kennen voor het examen in juni. Dus ik verwacht eigenlijk dat je dit toch al zeker probeert te herbekijken. Goed. Hoe gaan we dat oplossen? We gaan eigenlijk altijd, als we vierkantswortels gaan vermenigvuldigen, gaan we eerst de getalletjes apart vermenigvuldigen, die niet onder de vierkantswortel staan, maal en dan vierkantswortel maal vierkantswortel, breng je onder één vierkantswortel. Dat wil zeggen dat we 10 en 5 apart gaan vermenigvuldigen en dit onder één vierkantswortel gaan brengen. Dus dat wordt AB kwadraat, dubbele pijl, is gelijk aan 10 maal 5 is 50, maal vierkantswortel 2 maal 2 is vierkantswortel 4. Ja. Dus AB kwadraat is 50 maal 2, want vierkantswortel 4 is 2. Hoeveel is dat? 100. En we gaan dat kwadraatje wegwerken. Ja, dus dat wil zeggen dat we die 100 daar de vierkantswortel van nemen. En dat is 10. Ja, ik herhaal. AB kwadraat is BC, de schuine zijde, maal de loodrechte projectie is BH. Invullen, 10 vierkantswortel 2 maal 5 vierkantswortel 2. We
gaan 5 maal 10 vermenigvuldigen. Dit brengen we onder 1 vierkantswortel. 2 maal 2 is 4. 50 maal 2 is 100. Kwadraatje wegwerken wordt vierkantswortel. Vierkantswortel 100 is 10. Goed, dus we hebben onze AB al. Nu moeten we nog AC vinden. AC kwadraat is gelijk aan. Dus hier dezelfde formule. AC kwadraat, rechthoekzijdend kwadraat, is gelijk aan het product van altijd eerst de schuine zijde, maal de loodrechte projectie van die rechthoekzijde. Loodrechte projectie is in dit geval, volg mee met mijn vingers, beamer, ja, HC, het stukje HC. In het rood zetten we AC, kennen we niet. De schuine zijde kennen we wel, 10 vierkantswortel 2, maar let nu op. HC kennen we eigenlijk nog niet. Maar dat is weer hetzelfde principe als je een groot stuk hebt, ja, een groot lijnstuk. Je krijgt daar een stukje van, de lengte. Wat is dan de lengte van het overgebleven stuk? De grote lengte min het kleine stukje. Ja. Nu, hoe gaan we dat eigenlijk doen? We gaan dat eigenlijk doen. 10 vierkantswortel 2 min 5 vierkantswortel 2. Hoeveel is dat? Dan moeten we weer nadenken, de rekenregels vierkantswortels. Denk aan koekjes en snoepjes. 10 snoepjes min 5 snoepjes. Ah ja, want vierkantswortel 2 natuurlijk moet dat zijn. Vierkantswortel 2, dat is bij allebei hetzelfde. Ja? Dus dat is die omgekeerde distributiviteit, maar daar ga ik niet verder niet meer op in. Denk gewoon aan de koekjes. 10 koekjes, koekjes is in dit geval vierkantswortel 2, min 5 koekjes is 5 koekjes. 5 vierkantswortel 2. 10 vierkantswortel 2 min 5 vierkantswortel 2, dus het grote stuk min het kleine stukje, hoeveel hou je over? 5 vierkantswortel 2. Dus we kennen HC wel. Ja, dus dat mag je ook aanduiden op de tekening, 5 vierkantswortel 2. Goed, nu kunnen we verder, anders konden we niet verder. AC kwadraat is gelijk aan schuine zijde 10 vierkantswortel 2 maal, uitgerekend, 5 vierkantswortel 2. Is dat nu moeilijk? Nee, want dat is eigenlijk net dezelfde berekening als daarboven. Ja, dus als we dat gaan uitrekenen, 10 maal 5, en we gaan weer apart de getalletjes en dan onder de vierkantswortel onder 1 brengen en uitrekenen. 5 maal 10 is 50, maal vierkantswortel 4 is 2, is opnieuw 100. Dat blijft, het is dezelfde berekening als daarboven, want we hebben opnieuw 5 vierkantswortel 2. Wat doen we? We gaan de vierkantswortel nemen, omgekeerde bewerking van het kwadraatje. Vierkantswortel 100 is 10. Voilà. Goed. Oefening 5 is gelijkaardig. Ja. Dus oefening 5, maar daar zijn bepaalde andere delen gegeven. Dus nu moeten we eigenlijk eens de schuine zijde berekenen. Je start altijd van je formules. Dat blijft hetzelfde, niks anders. Ja. Maar wat dat we nu wel gaan doen is, we gaan kijken in het groen. Hebben we AB is gegeven. BH is gegeven. Wat moeten we berekenen? BC, zet een accolade met een vraagteken. En AC, vraagteken. Je moet nu natuurlijk wel zelf gaan bekijken, maar wat ga ik eerst werken? Ja, ik ga het hier in twee kolommen verdelen. Ik ga de eerste formule opschrijven, AB kwadraat. Dus de rechthoekzijde AB kwadraat in het kwadraat is gelijk aan het product van de schuine zijde maal zijn loodrechte projectie is hier BH. De andere rechthoekzijde AC in het kwadraat is ook het product van de schuine zijde maal zijn loodrechte projectie. En van AC is dat HC. Schrijf ze gewoon alle twee op en je werkt met rood en groen. Ja? Je gaat zien waarom dat we dat doen. BC kennen we niet, die moet in het rood. BH wel, dat is 1. En AB kennen we ook, is 2. AC kennen we niet, BC kennen we ook niet. Maar en HC kennen we ook niet. Nu weten jullie waar je moet beginnen. Waar je 3 rode hebt, daar kan je onmogelijk 1 iets uithalen. Je moet altijd 2 groene hebben en 1 rode en dan kan je verder. Goed, we vullen in. AB kwadraat. 2 kwadraat is gelijk aan. BC kennen we niet. Maal 1. Iets maal 1
Ja, dat is gewoon hetzelfde. Ja. Dus wat komen we hieruit? 4 is BC. Oké. Dit verandert nu heel veel. Ja. Je kan je tekening aanpassen in de loop van je berekening. Dus BC hebben we al gevonden, check. Nu gaan we eigenlijk onze rode kringen, cirkels hier veranderen, want BC kennen we nu wel. Maar we hebben nu nog altijd maar 2 rode. Dus wat moet je nu eigenlijk doen? HC moeten we ook nog berekenen. HC, hoe kunnen we dat berekenen? Ja, als we BC kennen, BC is 4. Hetzelfde principe als het vorige. Groot stuk en een klein stukje daarvan. Dus als je een lijnstuk hebt dat je weet een deel van de lengte, dan weet je ook, als je de gehele lengte hebt, dan weet je ook hoe je die andere moet berekenen. Namelijk het grote geheel min het kleine stukje. Dus HC is 4, min 1 is 3. Voilà, kunnen we ook veranderen in het groen. 2 groene, 1 rode, we kunnen hem berekenen. We rekenen uit. Dus hier zie je dat het een klein beetje anders was. Hé? Maar hier is het gelijkaardig zoals hier. AC kwadraat is gelijk aan. BC is 4, maal HC is 3, hebben we net berekend. AC kwadraat is 12. AC, we gaan die kwadraatbewerking omkeren. Vierkantswortel 12. In de opgave stond er, ik heb dat nu niet opgeschreven, tot op 0,1 nauwkeurig. Dat is natuurlijk voor deze bewerking, want je mag je rekenmachine gebruiken. Als we dat gaan mooi afronden, dan komen we uit AC is 3,5. 1 cijfer na de komma. Goed? Oké. Okay. Oefening 6. Dus je gaat naar pagina 121. Oefening 6. Bij oefening 6 ja, zijn we weer bezig met vierkantswortels. Dus je ziet dat dat heel belangrijk is en dat ik dat dus wel echt ook op een eventuele evaluatie ook ga vragen. En in de BZL ga je ook zo'n oefening terugvinden. Goed, dus wat hebben we? Oefening 6. Wat krijg je daar? Een driehoek. En je moet DF, DF en ED gaan breken. Goed, oké. Okay. Je krijgt een driehoek, uiteraard opnieuw een rechthoekige driehoek. Maar hier zie je dus dat de letters anders zijn. Dus hier moet je echt goed gaan nadenken wat de betekenis van je eigenschap is. Eigenschap, ik formuleer hem opnieuw. Elke rechthoekzijde in het kwadraat is gelijk aan het product van de schuine zijde maal de loodrechte projectie van die rechthoekzijde op de schuine zijde. Goed. We doen nou wat we kennen in het groen. Vierkantswortel 3. 2 vierkantswortel 3. En je moet eigenlijk altijd nadenken, kan ik nog iets extra aanduiden? Ja, ik kan nog iets extra aanduiden. Want we weten, als we die twee kennen, dan kennen we ook de som van het geheel. Vierkantswortel 3 plus 2 vierkantswortel 3. Ik ben daar weer met mijn koekjes. Wat staat er hier eigenlijk voor? 1 koekje plus 2 koekjes is 3 koekjes. Schrijf dat alsjeblieft ook op de tekening. Ja. DF en ED in het rood. En je ziet heel mooi dat dit eigenlijk de rechthoekzijden zijn. Wat is hier nu het moeilijkste? Hier is het moeilijkste om je formules te gaan vormen. Ja. Dus we gaan 1, de ene rechthoekzijde. 1, sorry. De ene rechthoekzijde gaan we gaan berekenen. Formule. Dus je moet goed gaan kijken. Hé. De eerste, DF in het kwadraat, is gelijk aan. DF in het kwadraat is gelijk aan altijd het product van de schuine zijde FE, in dit geval, maal de loodrechte projectie van DF op de schuine zijde. Kijk goed, zet u een beamer, volg de hoogtelijn en je komt uit in FH. Ja, rood en groen. Rood. FE kennen we, hebben we net berekend. En FH ook. En ik vul in. DF kennen we niet. FE
is 3 vierkant wortel 3, dat is de schuine zijde, maal het stukje FH is vierkant wortel 3. Rekenen met vierkantswortels. Je gaat eerst de getalletjes vermenigvuldigen. 3 maal, dat is eigenlijk een 1. Dus dat wordt 3. En die 2 gaan we onder 1 vierkantswortel plaatsen. 3 maal 3 is 9. Dus 3 vierkantswortel 9. Wat kom je uit? Vierkantswortel 9 kunnen we uitrekenen. Laat dat niet zo staan. He. Dus 3 maal 3 is 9. We gaan ons kwadraatje wegwerken, wordt een vierkantswortel is 3. Goed. Oké. Tweede rechthoekzijde. Ja. Dus hier gaan we weer gaan kijken wat we gaan doen. Dus, wat hebben we? Ik ga het hier misschien een beetje meer naar boven schrijven. 2. DE in het kwadraat is gelijk aan. Het product van de schuine zijde FE blijft hetzelfde, maar nu goed kijken. De loodrechte projectie van DE op de schuine zijde. Beamer zetten, hoogtelijn volgen, kom je uit in HE. Ja. Groen. We kennen alle projecties aan schuine zijde, maar we kennen uiteraard onze rechthoekzijde niet. Dubbele pijl, DE in het kwadraat is FE, de schuine zijde, is 3 vierkantswortel 3, maal HE, het stukje hier is 2 vierkantswortel 3. Rekenregels, vierkantswortels, goed nadenken. Ja, ik onderlijn. De getalletjes eerst vermenigvuldigen. De vierkantswortels onder 1 vierkantswortel brengen. Met een product uiteraard ertussen. Hè. DE in het kwadraat is 3 maal 2 is 6. Vierkantswortel 9. Niet zo laten staan, uitwerken. DE kwadraat, ik ga het nu een keer met een tussenstapje doen. 6 maal 3. DE kwadraat 6 maal 3 is 18. Maar natuurlijk moeten we nu nog verder en we gaan het kwadraatje wegwerken door er een vierkantswortel van te nemen. DE is vierkantswortel 18. Opnieuw staat er in de opgave tot op 0,1 nauwkeurig. Ook ik zal dat altijd zo doen. Rekenmachine en dan komen we uit 4,2. Voilà. En nu hebben we onze oefening gemaakt. Dus pas op, het is niet gemakkelijk. Hè? Dus uw vierkantswortels, die rekenregels moet je eigenlijk al kunnen. Ja? Dus alsjeblieft, als je niet zeker bent, kijk terug. Dit is een moeilijkere oefening. Waarom? Omdat je zelf je formule moet gaan opstellen. Hè? Je kunt ze niet van buiten leren, het zijn andere hoeken, namen van hoekpunten. Goed. Ik voeg de eerste eigenschap toe. De eerste eigenschap zegt, de eigenschap van de hoogte op de schuine zijde, dat die hoogte op de schuine zijde gelijk is aan het product van de twee stukken BH maal HC, waarin de hoogtelijn de schuine zijde verdeelt. Dus die eigenschap rechts, tweede eigenschap hebben we net gezien. Eerste eigenschap was in het vorige filmpje, hebben we ook al oefeningen opgemaakt. Waarom schrijf ik die op? Omdat we nu naar een gemengde oefening gaan. Pagina 121. Ja, oefening 8. Bij oefening 8 moeten we 4 zaken gaan berekenen. We hebben alle 3 de eigenschappen daarvoor nodig. Dus goed nadenken. Je schrijft ze altijd allemaal op. Ja. Ook zijn dit weer andere hoekpunten. Weer een driehoek DEF. Met een hoogte H. Loodrecht. Rechte hoek is D. Goed kijken he, wat dat rechte hoek is, want dan weet je ook wat de schuine zijde is. Ik heb je dat al gezegd, de schuine zijde is ook de langste zijde. Zo kan je het ook herkennen. We gaan in het groen aanduiden. Dus 12 is de ene rechthoekzijde. FH is de
loodrechte projectie daarvan. Wat moeten we berekenen? Heel veel. We moeten FE berekenen. We moeten HE berekenen. Dus FE, HE. DE moeten we berekenen. En ook de hoogte DH. Ja. Hoe ga je hier te werk? Hier ga je ook opnieuw alle eigenschappen noteren. Groen en rood aanduiden. En dan weet je pas met welke dat je kan beginnen. Goed. Dus we starten bijvoorbeeld met DF. Waarom zou dat logisch zijn? Omdat je die kent. Dus we gaan eigenlijk onze eigenschap eerst van de rechthoekzijde gebruiken. 1. DF kwadraat. Dus de eigenschap van de rechthoekzijde zegt dat de rechthoekzijde in het kwadraat gelijk is aan het product van de schuine zijde maal de loodrechte projectie van die rechthoekzijde. Dus DF kwadraat is gelijk aan FE, de schuine zijde, maal de loodrechte projectie. Kijk goed, zet u een beamer en dan heb je FH. Groen naar rood. FH kennen we. FE kennen we niet. Maar DF kennen we wel. Twee groene, een rode. Dus eigenlijk kunnen we hier al direct verder. We gaan dat doen. DF is 12. 12 in het kwadraat is gelijk aan. FE kennen we niet, dat is onze onbekende. Maal 6. Ja, als we gaan uitrekenen en onze vergelijking gaan oplossen, dan moet je onbekende alleen overhouden in het ene lid. De rest moet weg. Hoe doen we dat? Dat wordt 144. Die maal 6 moet weg. Maal 6, bewerking omkeren, dat wordt gedeeld door. SFE. We rekenen uit. Met ja, rekenmachine, dat is eigenlijk zelfs niet nodig. Dat is 24. Goed, we hebben dus al 1. Bij zo'n gemengde, gecombineerde oefening moet je je tekening aanpassen na elke uitgerekende stap. Waarom? Omdat we ons rood in groen kunnen veranderen. FE, dus de schuine zijde, kunnen we nu opschrijven 24. Let op, goed nadenken. Als je een stukje van je schuine zijde hebt en je hebt de volledige schuine zijde, dan kan je het tweede stukje ook berekenen. Hoe doe je dat? Min. 24 min 6 is 18. Voilà. We hebben alweer twee nieuwe zaken. Eén hebben we berekend en het andere door een kleine berekening ook. Wat moeten we nog berekenen? De hoogte en de andere rechthoekzijde. Ik stel voor dat we eerst de andere rechthoekzijde doen, omdat we daar nu al mee bezig zijn. Dus we hebben al DF, die formule gebruikt. Nu moeten we de andere formule gebruiken. Ik raad jullie aan om eigenlijk direct ze alle drie op te schrijven. Rood en groen en dan kan je verder. Ja? Goed. DE is de tweede rechthoekzijde. Formule is gelijk aan het product van de schuine zijde FE maal zijn loodrechte projectie. Voilà. Volg uw hoogtelijn. Komen we uit in HE. Groen, DE kennen we niet. Moet rood worden. Maar we hebben eigenlijk net FE berekend. En HE door die kleine berekening kennen we ook. We kunnen uitrekenen. De rechthoekzijde kennen we niet. Laten we staan. DE kwadraat is gelijk aan. FE hebben we hieronder berekend. 24 maal. HE hebben we ook berekend, 18. Rekenmachine nemen, 24 maal 18 is 432. We moeten het kwadraatje nog wel werken. Vierkantswortel 432 is, en er staat ook weer in de opgave 0,1 nauwkeurig. Vierkantswortel 432 is 20,8. Voilà. Opnieuw gaan we nu onze tekening aanpassen. Want we hebben weer iets nieuw berekend. En
En dan is er eigenlijk nog maar één vraagteken waar niks bij staat en dat is die hoogte. En eigenlijk vanaf dat je met een hoogte werkt, moet je de eigenschap van de hoogte op de geschuine zijde gebruiken. Altijd. Je zou dat moeten, maar als je daarmee begonnen was, dan ging je eigenlijk gezien hebben dat je dat nog niet kon berekenen. Ja? Dus als derde stap gaan we die formule toepassen, maar dan met de driehoek DEF. Wat zegt de eigenschap van de hoogte op de schuine zijde? Die zegt dat de hoogte in het kwadraat gelijk is aan het product van de stukken waarin de hoogte de schuine zijde verdeelt. Dus dat zijn die twee stukjes. Ja, ho, h staat hier in het midden, hoogte, fh en he. Dus de hoogte is hier dh in het kwadraat, is gelijk aan het product van fh maal he. Rood en groen, rood de hoogte kennen we niet. FH was gegeven en HE hebben we hier berekend. Ja, dus ik schrijf nog even op hoe we aan HE komen. Dus HE, wat hadden we gedaan? 24 min 6 is 18. Ja, dus ik heb hier die HE uitgehaald door de grote schuine zijde min het kleine stukje te nemen om dan de rest te gaan berekenen. Goed. DH kennen we niet. Kwadraat, we vullen in. FH is 6. HE is 18. Rekenmachine. Je gaat berekenen. 6 maal 18 is 108. Het kwadraatje moet weg. Vierkantswortel nemen. Opgave zegt tot op 0,1 nauwkeurig, want het is natuurlijk geen getal waar we gemakkelijk een vierkantswortel van kunnen nemen zoals hier. Ja, dus hier ging dat gemakkelijk, maar hier niet. Dus dh is 1 cijfer na de komma, 10,4. Goed afronden, hé. Staat er na de 4 een 5, dan is het 0,5. Staat er na de 4 een 1, dan blijft hetzelfde. Ja. Goed, dus we hebben nu alles. We moesten berekenen FE, schuine zijde, gedaan. HE met een kleine berekening ook. De rechthoekzijde met de eigenschap van de rechthoekzijde. En de hoogte met de eigenschap van de hoogte op de schuine zijde. Dus ik zeg nog eens, als je zo'n oefening krijgt, ja, maar je gaat ook zo'n oefening krijgen uiteraard, dan moet je eigenlijk gewoon direct, als het niet dezelfde letters zijn ook, ja, direct de drie eigenschappen gaan opschrijven. 1 van de hoogte op de schuine zijde en de 2 formules van de eigenschap van de rechthoekzijde. Je gaat je rood en je groen gebruiken. Waar je 2 groene hebt en 1 rode, kun je verder werken. Ja, de andere ga je geleidelijk aan gaan aanpassen. Wat je berekend hebt, zet je in het groen. Oké? Goed. Nu kunnen jullie de BZL oplossen. De volgende 3 oefeningen. Dus dat is oefening 3, 4, 5, dacht ik. Op uw blaadje of kleintje. Dat is namelijk op pagina 120, oefening 4, de remediering. Op pagina 120, oefening 5, de remediering. 6 heb ik gewoon met jullie apart gemaakt. Maar als gemengde oefening gaan jullie op pagina 122, oefening 9 maken. Die is gelijkaardig aan deze oefening. Maar ja, is eigenlijk gelijkaardig. Ook alle 3 opschrijven en verder. Goed. Het volgende stukje is dus de beroemde stelling van Pythagoras. Dus alsjeblieft zorg dat je hier mee bent, zodat je aan het volgende kan beginnen. Veel succes!